Welkom bij alweer de derde aflevering van het Dingsburg Sinterklaasjournaal. We moesten allemaal even bijkomen van alle gebeurtenissen deze week. Toch was er ook positief nieuws. Zo heeft Pieter zijn lievelingseten gekregen thuis. Een bot vol met pepernoten. Dat was smullen. Maar ook Noortje was erg blij met haar pakje van Sinterklaas. Alleen jammer dat er op de Haarburger allemaal veren zaten. Ik krijg hier naast mij net door dat Hiawatha een ontdekking heeft gedaan in Dingsbro. We schakelen even over. Een indianenbeel in Dingsbro. Waar gaat dat heen, kinderen? En alsof dat nog niet alles is, vanmorgen vroeg kwam er een man geheel in het wit gekleed Dingsbro binnenlopen. Een vreemde man en vroeg natuurlijk om een interview. Voor onze plaats was wederom Hiawatha. Ja, hier de razende ripotte hier wat. Ik heb gehoord dat bij Eelco, bij de fietsreparatie, rare dingen gebeuren. Dus we gaan even naar binnen, gaan we even kijken. Gaat u mee? Het is al voorachter, dus eerst even kijken. Ja, we staan nu binnen bij Eelco in de werkplaats. Ik sta hier bij Nick en Nick, wat is er gebeurd? Ja, ik fietste vanochtend op een fiets. En toen denk ik dat ik over een pepernoot heen ben gereden. En in één keer was mijn band lek. En toen ben ik gevallen. En ik moest naar het ziekenhuis toe en ik snapte echt niks van hoe dat kan gebeuren, zoiets. Maar ja. Het is een heel vreemd verhaal. Nou, ik sta hier bij Eelco. Eelco, heb je dat al vaker meegemaakt? Nee, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt hier in de winkel. Nou, dat is heel vreemd. Ik loop weer naar buiten. Nou, we zijn weer buiten. Maar wat is dit? Een indianenbijl. Zodat we wat mee te maken hebben. Ja, hier uw razende rapporten, Hiawatha weer. Ik sta hier met een man in het wit en kunt u zich even voorstellen? Ja, ik ben de professor, maar dat lijkt mij wel duidelijk. Een professor in Dingsbro? Dat weet ik ook niet. Sinterklaas heeft me gevraagd of ik naar Dingsbro wilde komen. Ja, maar professor, wat heeft hij van apparaat bij u? Ziet u dat dan niet? Dat is een tijdmachine. Een tijdmachine? Waar heeft u die dan voor nodig? Sinterklaas vroeg of ik die mee wilde nemen, maar hij is nog niet geheel af, zoals u ziet. Nou, ik vind het een vreemd verhaal en Sinterklaas zal er vast en zeker wat mee van plan zijn, maar wat weet ik ook niet. We gaan terug naar de studio. Nou, Sinterklaas zal toch niet terug in de tijd willen? Laten we hopen dat het allemaal voor een goed doel is. Ten slotte nog even het Dingsters Pieter weerbericht. Zwarte Pieter haalt alles uit de kast en vannacht letterlijk had het wat erg koud. We hopen dat je morgen weer kijkt naar het Dingsburgse Sinterklaasjournaal. Tot morgen!